Ik heb goed nieuws. U gaat dood. Het verlossen. Kunt u mij horen? Hey, de schrijver van het boek over Mussolini, was dat Hans Wolders? Ja, precies. Dat geloof ik wel, ja. Oké, dan hebben we dat bij deze ook... Ja, want dat was heel behoorlijk boek, vond ik. Vond een interessant boek. Vrij nieuw. We hebben het er uitgebreid over gehad. Ja. Overigens zijn er meerdere boeken, zag ik, over Mussolini verschenen. Ook door die Hans Wolders. Ja, ik heb ook nog... Ben ik begonnen aan Mussolini et War. Dat is een Engelstalig boek over Mussolini. Dat was ik vond dat Duitse boek vond ik beduidend beter dan het Engelse boek. Mussolini et War. Vond ik niet zo geweldig goed. Ja, goed. Dan liep minder goed, zal ik zeggen. We zetten in de beschrijving, in de show notes van de podcast, zetten we het linkje ook naar het Maarten-tijdschrift. Maar voor mensen die zeer geïnteresseerd zijn in de Tweede Wereldoorlog, is vooral dat boek van die Richard Overy. Ja. Dat is zeer de moeite waard. Het is een enorme pil. Ik geloof dat het iets van 867 bladzijden zijn of zo. Maar als je geïnteresseerd bent in de Tweede Wereldoorlog, is dit in allerlei opzichten een definitief samenvattend werk. Ja, maar je hebt behoorlijk wat gelezen, want je hebt dat boek van Jane gelezen. Dat was al een trilogie. Ik ben nog steeds bezig met dat boek van Overy, hoor. Ja, maar die trilogie. Ik nader het einde, dat wel, maar ik... Maar Mussolini heb je helemaal uitgelezen, die trilogie heb je helemaal afgelezen? Ja, die trilogie leest als een scheet, dus dat gaat sneller, hoor. Oké. Okay. En Overy ben je nu nog af aan het lezen? Ja, ben nu op bladzij. Ik weet niet, 600 zo. Oké, heb je nog wat dingetjes? Want je zei de vorige keer, ik zal nog even nadenken of er... Ja, er zijn toch een aantal punten. Ik heb er al een aantal punten behandeld. Ik vond een van zijn aardigste stukken, vond ik eigenlijk de mythologie van de Duitse panzerdivisie. Omdat natuurlijk de Tweede Wereldoorlog opent met die fantastische Duitse operatie. Met die 7 panzerdivisies die dwars door de Ardennen, niet waar, naar de kust, naar de Noordzeekust racen. En daarmee natuurlijk de Engelsen en de Fransen die ten noorden van die corridor zaten, eigenlijk afsneden van de rest van het leger. Frankrijk heeft geprobeerd dat tegen te houden, maar die waren volkomen machteloos. En nou ja, daaromheen heeft zich toen de Blitzkrieg-mythe gevormd, dat de Duitsers altijd al een Blitzkrieg wilden houden. Dat was helemaal niet zo, maar het was een fantastisch plan. Want aanvankelijk waren de Duitsers ook van plan om weer net als in de Eerste Wereldoorlog via België, nu dan ook met Nederland, naar het noorden van Frankrijk te trekken en dan de Fransen te verslaan. Maar het moest wel snel gaan, dat was wel hun plan. Het moest snel gaan en niet te... Het moest wel snel gaan, zeker. Maar dit plan, dit eerste plan, dat is, daar kwam kritiek op en een zekere von Manstein, een van de beroemdste Duitse generaals, zei van wat we moeten doen is... We doen net alsof we uit het noorden komen en ondertussen jagen we met die 7 panzerdivisies die we hebben, jagen wij door de Ardennen, want iedereen denkt dat dat niet kan, maar dat kan best. En dan zorgen we dat we zo snel mogelijk over de Maas raken en dan zie je die hele mythevorming, want dan zeggen de Fransen, nou ja, over de Maas, daar kan het dagen gaan duren voordat die Duitsers met die panzerdivisies over de Maas zijn en dan gaan we ze aanvallen. Ze waren binnen een dag over de Maas met hun eerste panzerdivisie. En de Fransen hebben ze wel aangevallen, maar die bombardementen hadden geen enkel effect. Een van de grote verschillen toen aan het begin van de oorlog was dat de Duitsers niet waar radiografische systemen hadden, waarbij die tanks en de Stukas daarboven, de vliegtuigen en niet waar de leiding van de operaties, in feite steeds met elkaar via een radioverbinding konden spreken. Was de rest niet zo opgekomen. Her en der was dat wel overwogen enzovoort. Dus aanvankelijk was dat succes van die Duitse panzervisies was enorm. Maar, Overy legt goed uit, denk nou niet dat die tanks een beetje met fors tempo losjes door het landschap reden. Want je wilde ze effectief zijn, had je een enorm complex apparaat had je nodig. En niet waar, daar waren, je had natuurlijk een soort van panzerinfanterie nodig, die in principe dingen kon doen die de tanks niet konden doen. Je had die luchtsteun nodig van de Stuka's. Kijk, de Stuka, naarmate de oorlog vorderde, was de Stuka een heel langzaam en kwetsbaar vliegtuig. Maar als duikbommenwerper, zeker aan het begin van het conflict, werkte die Stuka echt enorm. Wat leggen ze uit? Wat is het effect daarvan dan? Dat de Duitsers, als ze ergens tegenstand ondervonden, dan belden ze op ring-ring.
En dan kwamen er 10 stoeka's en die gingen in de duikvlucht, dus met die sirenes, maar een heel eng geluid. Iedereen raakte daar altijd een beetje panisch van. Dus zij konden binnen 10 minuten, een kwartiertje, konden ze luchtsteun aanvragen, omdat ze dat radiografische, radiotelefonische systeem erop nahielden. Maar nogmaals, die panzerdivisies, dat waren hele complexe apparaten. Want je hebt mensen nodig die de boel kunnen repareren. Je hebt die vliegtuigen nodig. Dus je moet niet denken dat die tanks in hun eentje iets kunnen doen. Die tanks kunnen alleen ingebed in dat complexe systeem, kunnen ze effectief zijn. En aan het begin van de oorlog zijn ze uniek effectief. Vooral omdat de anderen, later eerst dus de Engelsen en de Fransen, later de Russen, totaal niet op dit type van aanpak waren voorbereid. Het interessante is dat je in de oorlog eigenlijk de andere partijen een leerproces ziet doorlopen. Waarbij ze eigenlijk steeds meer begrijpen hoe die Duitsers dat doen, dat zij dat zelf in principe ook kunnen doen. En eerst is het zo dat er per Duitse tank, ik geloof 10 Russische tanks worden vernietigd. En tenslotte loopt het 1-1. Feit is wel dat de Weermacht over een unieke gevechtskracht beschikt. Waarbij heb ik ook al eens verteld dat ze, die Duitse soldaten, totaal niet bang waren voor Engelse en Amerikaanse soldaten. En die Russische soldaten. Ja, we hebben het toen over gehad. De vraag is nog steeds, waardoor kwam dat? Kwam door de drugs? Fighting spirit. Niet door de drugs? Drugs hebben daarbij een rol gespeeld, maar die werden aan allebei de kanten gebruikt. Ja. Het was niet zo dat de Amerikanen drugsvrij waren. Nee. Dus die amfetamine en allerlei varianten daarvan werden door iedereen gebruikt. Je kunt je daar ook wel iets bij voorstellen. Dat als je dagenlang in de frontlinie ligt, dagenlang moet vechten, dat is zonder amfetamine of een of ander stimulerend middel is dat niet te doen. Maar die fighting spirit dus, daar zou Hitler een rol in hebben kunnen. Dat heeft allerlei oorzaken, dat is ook wel onderzocht. Maar je moet ook, vechten moet je leren. Ja? We hebben vaak gezien natuurlijk dat jonge lui die graag willen vechten, dat wordt niks. Vechten is een hele gedisciplineerde activiteit. Dus die je ook leren moet. Later bijvoorbeeld, als de Weermacht vreselijke schade heeft geleden, met name aan het oostelijke front, dan worden er allerlei recruten die eigenlijk niet zo verschrikkelijk geoefend waren, die stromen in. En die sneuvelen aan de lopende band veel frequenter dan, laten we zeggen, geschoold gevechtspersoneel. Die wisten hoe je dat aan moet pakken. Het vechten is een kunst. Vechten moet goed georganiseerd zijn. Het systeem moet goed in elkaar. Nou ja, denk aan die panzerdivisies dus niet. Een beetje los met een tank door het landschap gaan rijden en af en toe een schot lossen. Nee, ook dat is een heel gedisciplineerde, tip-top georganiseerde activiteit. Iedereen en alle oudere Nederlanders die nog in dienst zijn geweest, hebben daar kennis gemaakt met het handboek Soldaat. In het handboek Soldaat kun je allerlei hele nuttige tips lezen. Er stond overigens op, ik geloof, topgeheim of zoiets dergelijks. Mijn moeder vroeg nog eens van, is dat nou echt geheim? Nou, niet zo. Je moet van een schuttersputje kunnen staat gaan. Dat staat vast ergens online nu. Dat kunnen we vast nog ergens terugvinden. Het handboek Soldaat, dat weet ik niet. Waarschijnlijk is dat toch nog geheim. Samen met Mein Kampf. Ik kan het me niet voorstellen. Moeten we eens even gaan zoeken of dat kan vinden. Nogmaals, het is instructief. Iedereen kan dat in principe lezen. En mag het waarschijnlijk ook wel lezen. Misschien kun je het ook nog bij een antiquariaat te pakken krijgen. Omdat nogmaals, vechten is iedereen denkt dat je dan gewoon door de straat loopt met een mitrailleur en af en toe een beetje gaat knallen, maar zo werkt het helemaal niet. Ja. Het is een lastig klusje om te zorgen dat je niet in no time sneuvelt natuurlijk, maar dat je de tegenstander vooral, dat die in no time sneuvelt. Hoe hebben de Duitsers dat eigenlijk bedacht, deze aanpak? Nou, dat hebben de Duitsers niet zelf bedacht, dat is het interessante. De tank is natuurlijk een uitvinding die dateert uit de Eerste Wereldoorlog. En als je natuurlijk even voorstelt dat hele rare loopgravensysteem in Noord-Frankrijk en deels in Vlaanderen, wat natuurlijk 4 jaar lang eigenlijk op dezelfde plek is blijven liggen. En iedereen bedacht voortdurend van hoe kunnen we er nou een beweging in krijgen in dat front? Hoe kunnen we, zonder dat we, laten we zeggen, de mitrailleurs tegemoet rennen met 30 kilo bepakking, want dat moesten ze vaak. Hoe kunnen we dat nou anders organiseren? Tot iemand op het idee kwam natuurlijk,
om een soort ijzeren voertuig met forse bepansering te maken. Dan stop je die man die mensen in. En dan rij je met dat ding naar de tegenstander. Dan kan hij nog zoveel schieten met mitrailleurs dan. Dat bleek allemaal niet zo simpel te zijn. Maar goed, dit is zo'n beetje zo is de tank uitgevonden. En toen is eigenlijk in het interbellum. Had je tanktheoretici die zeiden, ja wacht nou eens even, die tank dat is een hele interessante zaak. Want van een statische oorlog kan een tank een bewegingsoorlog maken. En tot op zekere hoogte bleek dat zo. Het waren eigenlijk Engelse theoretici, onder andere een theoreticus genaamd Little Hart. Die zei, je moet eigenlijk panzerdivisies maken. En het gekke is, dat is in Frankrijk en in Engeland deels gebeurt, maar volstrekt onvoldoende. Maar denk even na, de Duitsers waren natuurlijk praktisch hun hele leger kwijtgeraakt als gevolg van het verdrag van Versailles. Dus ze konden in de jaren 20, maar vooral in de jaren 30, als ze gaan herbewapenen, een totaal nieuw leger opbouwen. En dat hebben ze gedaan volgens onder andere deze principes. En vandaar dat zij die panzerdivisies hadden. Later, naarmate de Tweede Wereldoorlog vordert, hebben vaak ook de tegenstanders goede tanks. Er zijn heel veel, het aantal tanks, als Duitsland Frankrijk aanvalt in 40, hebben de Fransen meer tanks en zwaardere tanks dan de Duitsers. Ja. Ja. Maar de Duitsers wisten hoe je ze gebruiken moest. En die hadden dat hele systeem met die radiotelefonie, niet waar, waarbij je duikbommenwerpers. Precies, maar waar hebben ze dat dan vandaan gehaald? Dat van die tanktheoretici. Dat hadden die ook al bedacht? Ja, dat was. Ze hadden niet hadden militaire theoretici bedacht. Ik dacht voornamelijk Engelsen. Hmm. Het is wel zo dat wat jongere commandanten van het Duitse leger. Dat die, met name Guderian is daar een bekend voorbeeld van. Die hadden gezegd van kijk, dat moeten wij doen. Wij moeten panzerdivisies. En dan moeten we ook goed nadenken over de manier waarop we die panzerdivisies gaan gebruiken. Ja. En nou ja, als je natuurlijk eenmaal tanks hebt, dan heb je ook de neiging om steeds zwaardere tanks te bouwen. Een fout die de Duitsers ook gemaakt hebben in de Tweede Wereldoorlog. En eigenlijk heel veel van moderne tanks zijn eigenlijk veel te groot en veel te zwaar. En bovendien zijn tanks veel en veel kwetsbaarder dan je denkt. Die bijvoorbeeld die tanks bij tankslagen, die hadden een overlevingskans. Ik ben nou vergeten wat het precies was, maar van een dag of drie of zo. Dan had je het wel gehad. Ja, want je kunt natuurlijk op allerlei manieren een tank uitschakelen. Ja, de Duitsers hadden bijvoorbeeld de bekende Panzerfaust, dat is gewoon een ding. Een soort van granaat die één soldaat kan afschieten en die gaat dwars door de bepansering van de meeste tanks heen. En je had natuurlijk de bazooka aan de andere kant en je kunt achter zo'n tank aansluipen en een kleefmijntje erop zetten. Vooral aan de achterkant zijn ze kwetsbaar. Er zit een motor en een uitlaat en zo. Dus ja, tanks zijn natuurlijk alleen in heel specifieke landschappen te gebruiken. Ja. Zijn er te veel en te brede sloten of in bossen, daar zijn tanks volkomen onbruikbaar. Tanks zijn typisch wapens voor een savanne-achtig landschap. Ja. Ja. Vandaar dat ze zo nuttig konden zijn in het Midden-Oosten, omdat je daar heel weinig bossen hebt. Hè? Nou, als u dus zich afvraagt, waar haalt Maarten toch al die kennis vandaan? Uit het boek van Overy, onder andere. Onder andere, maar er is uitgebreid over gepubliceerd. U kunt ook natuurlijk, ik weet, het geldt natuurlijk niet voor onze Twitter-deskundigen die alles al weten, maar u kunt het ook gewoon op de Wikipedia, kunt u ook heel wat vinden over dit soort van dingen. Vaak voldoende voor de behoefte aan kennis van. Het is niet, wil ik het mag ik het nog een keer zeggen, het is niet schandelijk dat u iets opzoekt op de Wikipedia. Dat vinden ze wel bij de Twitter, maar daaruit blijkt al hoe dom de Twitteraars, of althans een deel van de Twitteraars is, dat zij het verwerpelijk vinden om iets op te zoeken. Dat komt natuurlijk omdat de beste Twitteraars, die hebben vaak jaren in het Algemeen Rijksarchief gezeten, om daar erg studie te maken van alle mogelijke dingen. Nou ja. Twitter wordt trouwens ook veel door politici gebruikt, hè, om hun ideeën te agenderen. Dus in Politiek Den Haag en onder de schilder omheen, dus communicatieadviseurs en journalisten, heel populair om ook te gebruiken. Twitter? Ja, ja, ja. Als je dan minister bent, denk je, nou, ik tik even een berichtje en dan zit er vast wel een journalist in mijn netwerk die daar dan nieuws van maakt. Ah, ja, dat is vrij betreurenswaardig naar mijn idee. Dat wil zeggen, Twitter is natuurlijk ook een breed medium, maar Twitter is natuurlijk ook
ja, het is ook een open periode in allerlei opzichten. Ja. Maar anders moet je iedere keer een persbericht sturen. Dus dit gaat veel sneller. Nou, dat kan ook. Ik zou zelf... Ik zou het vrij bezwaarlijk vinden om... om, laten we zeggen, mijn informatievoorziening volledig via Twitter te laten lopen. Ik vind het ook heel bezwaarlijk dat veel kranten hebben dan zo'n bericht. Zeg maar, er is iets gebeurd in Dronten, noem maar zo'n plek in Nederland. En dan hebben ze een kort berichtje over. En daaronder hebben ze dan 6 Twitterberichten over de alsof dat representatief is. Dat slaat echt totaal nergens. Vaak zijn dat dan grappige berichtjes waar je moet lachen. Dit is toch de afdeling straatinterviews. Ja, je ziet, Foxpop. Komt de reporter, die komt, staat er zo'n echtpaar, niet waar, met de boodschappentas en wat oude echtpaar. En dan zegt de reporter, wat vindt u van de kabinetsformatie? Nou, je ziet ze volkomen panisch naar me kijken, wat vinden ze van de, nou eigenlijk hebben niks. Maar Henk, wat vind jij daarvan? Zeg jij daar nou eens iets over, Henk? Hè? Wat een onzin, het straatinterview. Nou ja, soms is het wel relevant nu met de coronamaatregelen. Is het interessant om te horen wat de mensen ervan vinden? Ja, ik zou zeggen, organiseer een behoorlijk opinieonderzoek. Je gaat toch niet aan willekeurige mensen op straat vragen wat ze ervan vinden? Ja, dat is toch flauwekul? Maar wel als het hun raakt. Nee joh, dit is allemaal een zwakte media, zwakte bot. Het straatinterview. En in de krant 4 van die Twitterberichtjes eronder. Hou daarmee op. Ja. Zorg dat je volwassen journalistiek bedrijft, maar in de... die ergens op gebaseerd is. En wat vind je dan van de ondernemers die geïnterviewd worden omdat ze weer dicht moeten, met hun horecatentje? Nou, dat vind ik ook in feite. Waarom je individuele ondernemers interviewt, dat begrijp ik niet goed. Die hebben een organisatie, er is toch een horecabond of zo erin. Ja, maar goed. Ongetwijfeld een vakbond die dat is ook. Maar dan krijg je zo'n glad type die het even in mooie woorden zegt. Je wil natuurlijk die echte ondernemer die daar staat. Maar voor één vandaag had een prachtig verhaal van een jankende mevrouw. Alles moest weer dicht, ze zag het niet meer zitten. Ja. Dat is natuurlijk wat je wil zien om de impact ook... Nee, dat is emo-tv. Je weet dat tv, er zijn hele speciale camera's ontwikkeld. Die hebben een... Die kunnen traanvocht. Daar kunnen ze van op hele grote afstand al, kunnen ze het zoutgehalte bepalen. Ah, dat zijn tranen. En dan zoomt de camera, die zoomt er meedogenloos op in. Niets vindt de televisie zo fijn als tranen. Emotie. Mensen die elkaar in de armen vallen. En dat ze thuis ook op de bank even toch zo'n traantje wegpinken en elkaar eens aankijken. Of lachen, dat kan ook. Hè. Ja. Maar TVV is bij uitstek een emotieregistrerend instrument. Ja. Ja. Je weet ook dat als iemand gaat huilen, dat ze niet het fatsoen hebben om te stoppen met draaien, maar dat ze het zo lang mogelijk doordraaien. Hè. In de hoop dat de betrokkenen totaal uit elkaar zal vallen. We hebben even een blokje met Trump-nieuws. Trump-nieuws, nou daar zitten we net op te wachten. Ja, over Ebel gesproken. Donald, Mar-a-Lago. Hij heeft een boosterprik gehaald en dan heeft hij tijdens een toespraak heeft hij dat bekendgemaakt. En toen begon een deel van het publiek te joelen. Ja, hij heeft zelf gezegd dat je een lul de behanger was als je liet prikken. Dus. Nou, dat had hij al eerder, hij heeft zich natuurlijk al eerder uitgebreid laten behandelen omdat hij ooit corona had. Ja. En het heeft in het ziekenhuis ook allerlei geweldige middelen tot zich genomen. Ja. En wat ik wel opvallend vond, is dat hij op 6 januari, dan gaat hij een toespraak houden. Dan is het natuurlijk een jaar na de bestorming. Ja, na de putsch, na de staatsgreep, want dat was het eigenlijk. Ja. Heel suf uitgevoerd en zo, maar het was toch een soort putsch, ja. Ja, en hij heeft wel een gevoel voor wanneer hij wat moet bekendmaken. Hè? Want hij zal daar misschien wel gaan zeggen dat hij opnieuw voor de presidentschap gaat. Maar men neemt algemeen aan dat hij dat gaat doen. Ja. We zullen het zien. Ja. Kijk, ik ben ervan overtuigd dat hij de popular vote altijd zal verliezen van wie dan ook maar, van het democratische kamp. Maar het feit dat hij toch een kans heeft, hangt samen met het achterlijke politieke systeem wat Amerika erop nahoudt. Ja. Waarbij in feite de verliezer van de verkiezingen ook de winnaar kan zijn. De berekeningen zijn toch dat de democraten al gauw, toch minimaal 5 miljoen stemmen extra moeten hebben, willen ze... het niet gepasseerd worden door het electoraal college. Ja, dus dat is natuurlijk een hele unfaire zaak. Maar ja, zo zit het daar in elkaar. Ja. Ik heb al zwakker, heb ik toch gezegd. Laat ik het nog een keer zeggen, zo duidelijk mogelijk. De Amerikaanse democratie is een van de minst democratische democratieën ter wereld. Ja. Hoe vind je trouwens dat Biden nu dat plan niet kan uitvoeren?
Nou, dat is natuurlijk diep triest dat hij daar zat. Ja, het was 50-50 in de Senaat, dus dat betekent dat elke figuur die besluit om dat plan niet te steunen, die is in feite de moordenaar van het plan. En in dit geval is dat een senator, zeker meneer Manchin uit West Virginia. Die man heeft zelf zijn geld verdiend in de kolenmijnbouw. En West Virginia is een van de weinige staten waar de kolenmijnbouw wel een zekere rol speelt. Dus ja, je begrijpt dat plannen voor vergroening en stoppen met de steenkool daar niet populair zijn. Dus ja, het probleem zit hem in het feit dat het 50-50 is in de Senaat. Dus ja, daar was ook wel gezegd, ja, die Biden, het is Franklin Roosevelt. Hij zou iets willen doen à la Franklin Roosevelt of zelfs Lyndon Johnson. Maar ja, daar moet je er wel rekening houden. Als je ziet wat de meerderheden Franklin Roosevelt de hele jaren 30 had, dan een andere kost dan dit. En Biden dus eigenlijk geen meerderheid heeft. Ja. Ook in het huis is het een flinterdunne meerderheid. Ja, maar hij leek goed op weg met ambitieuze plannen. Ja, maar iedereen wist dat Joe Manchin dat die daar niet geweldig voor zou gaan. Dat die Manchin waarschijnlijk inderdaad wel, ja, je weet hoe mensen in elkaar zitten, tegen Biden heeft gezegd, ja, misschien stem ik er wel voor. En, nou ja. Dus want heeft hij natuurlijk gedacht, ja, wacht nou eens even, als ik voorstem, dan word ik als senator, als democratische senator in West Virginia zeker weg gaan stemmen. Ja. Ja, maar wat is hier misgegaan? Is er weinig gelobbyd ook op de achtergrond om meer stemmen aan Biden? Nee, Manchin is volgens mij nooit van plan geweest ervoor te stemmen. Ja, maar dan hadden anderen misschien kunnen overtuigen om dan wel ervoor te stemmen. Nee, dat zouden dan Republikeinen moeten zijn. Ja, maar dat gebeurt toch wel eens? Nou, bij de infrastructurele voorstellen is dat wel gebeurd. Er hebben een aantal Republikeinen meegestemd. Maar de Republikeinen die zullen alle hands aan dek om de zittende president het functioneren onmogelijk te maken. Oké, ondanks de verdeeldheid onder de Republikeinen, ook ten aanzien van Trump? Nou, die verdeeldheid, dat valt nog wel mee. Tot nu toe is bijvoorbeeld alle onderzoek naar die putsch van 6 januari, dat is gesaboteerd en stilgezet. Getuigen komen niet opdagen enzovoort enzovoort. Nee, Amerika is een land wat zich in laten we het maar zo noemen, in deep shit bevindt. Echt politiek gesproken is dat een doodlopende weg. Maar waar de weg zal doodlopen, dat weten we niet precies. En voorlopig zijn de Verenigde Staten niet in staat om zichzelf politiek gesproken behoorlijk te beheren. Nee. Ander actueel puntje is Seward. Onze Seward, ja. Randstad heeft een zaak aangespannen. Ja, want die hebben wat mensen hebben die afgevaardigd om mee te helpen. Alleen wisten ze toen natuurlijk niet dat het om miljoenen winsten ging die er gemaakt werden. Dus die zeggen nu, we gaan niet alleen Seward, maar ook die andere twee kompanen, die gaan we aanklagen. Ja, ik ben benieuwd wat het op gaat leveren. Ja, ik dacht kijk, het interessante is toch dat ze, ondanks alle druk en afkeur en keuring enzovoort, hun miljoenen hebben ze niet teruggegeven. Nee. En mijn indruk is dat ze helemaal niet van plan zijn om hun miljoenen ooit terug te geven. Nou, er loopt nog een onderzoek, hè, van zo'n consultancybureau. Het zit juridisch, is het heel lastig om daar geld terug te krijgen. Hmm. Maar goed, Plasman heeft zich daarachter geschaard. Joep van het Hek heeft gezegd, ik klaag hem aan, ik wil het terug hebben. Joep van het Hek is geen jurist en bij mij weet ook geen rechter. En hij zit ook niet in de hogere raad. Dus nee, maar hij heeft wel een biermerk een keer kapot gemaakt. Dus, ja, dat was ook maar tijdelijk natuurlijk. Want je weet wat de snelst groeiende onderdeel van de huidige biermarkt is. Dat is alcoholvrij bier. Ja, maar denk je dat bovendien is de export van alcoholvrij bier ook nadat Buckler gesneuveld was op grote schaal doorgegaan. Ja. Omdat er natuurlijk in Arabië ontzettend veel alcoholvrij bier wordt gedronken. Mm. Maar denk je dat Siebert, dat hij ooit nog, wat ik dacht van de week nog dacht, is het stil rondom die Siebert, daar hoor je niks meer van. Hij komt er goed mee weg. Maar ja, ik heb toch uit stukken in de krant begrepen dat hij kan best veroordeeld worden. Het kan best zijn dat bijvoorbeeld die aanvankelijk wou Randstad een schadeclaim van een ton indienen, dat daar een kans is dat je dat krijgt. Omdat Randstad op leugenachtige gronden die assistentie verleend heeft. Dus dat was heel leugens van Siebert. Maar of je ook daarmee, want dat was nu de nieuwe claim, dat die 30 miljoen of weet ik wat het was, dat terug moet naar de Nederlandse overheid. Ik hou het er voorlopig op dat niet gaat gebeuren. Oké. Okay. Tim Hofman heeft hem in Hilversum op straat geconfronteerd, hè, met al die dingetjes. Ik weet niet of je dat gezien hebt. Nou ja, kijk. Siebert heeft al lang besloten, ik hou die centen. En het waait vanzelf van over. En desnoods emigreer ik naar, hoe heet die plaats in België, waar al die rijke Nederlanders wonen. Turnhout en zo. Ja.
Zou ik ook doen als ik Siebert was. Zou ik daar in Seattle aan wonen. Ja. Nou, hij kan natuurlijk op een gegeven moment weer een bedrijf beginnen, hè, waar hij op de achtergrond aan de touwtjes trekt, maar waar niet meteen duidelijk is dat hij erachter zit. Voorlopig, ja, het is maar, het zijn keuzes die je maakt. Maar kijk, als hij die zender terug had willen geven, had hij in die eerste opwinding over deze zaken gezegd, oké, ik geef het weer terug. Dan was hij denk ik wel in goede sfeer. Dan had hij best had hij moeten zeggen dat er mij aan speten zo enzovoort. Maar nu is hij natuurlijk, nu heeft hij evident besloten dat hij het wil houden. Ja, maar dan komt hij er toch goed mee weg uiteindelijk. Ja, zeker. Maar het was op zichzelf. En hij heeft tegen de buitenwacht beweerd dat hij geen winst maakte. Maar op zichzelf was het een normale zakelijke deal. Ja. Ja, wat vind ik daarvan? Dat het een geniepige oplichter. We hebben wel meer geniepige oplichters gehad in de loop der tijden. Ja. Ik denk dat we hem voorlopig dus niet zullen terugzien in de talkshows. Floris heeft ook een vraag. Hoi Maarten, ik ben Floris van 15 jaar en ik luister heel graag naar de podcast. Mijn vraag is, hoe komt het dat in Vlaanderen de twee grootste partijen rechtspopulistische partijen zijn, terwijl in Wallonië ze juist linkser en progressiever stemmen? Ik kijk heel erg uit naar je reactie. Doei. Jongen, ja, dat vraagt eigenlijk inzicht in de Belgische geschiedenis. En dat hangt voor een belangrijk gedeelte samen met de macro-economische ontwikkeling in België, vooral na de Tweede Wereldoorlog natuurlijk. Wallonië was traditioneel het rijke deel van België en een van de eerste industrieel hoogontwikkelde streken van Europa in Europa, waar daardoor ook voor het eerst natuurlijk een hele actieve arbeidersbeweging is ontstaan. Dat die hele Wallonische staal- en kolensector is natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog grotendeels op de fles gegaan. En degene die zich in hebben gezet voor de belangen van degene die daar werkloos werden, was de Socialistische Partij. Die daardoor een hele stevige basis heeft in Wallonië. Dat hangt dus samen met die aftakeling van die traditionele zware industrie. Ja, iedereen die west door Luik is gereden of zo, die weet hoe het... veel van die fabrieken staan er nog, alleen zijn er geen activiteiten meer te bespeuren. Terwijl Vlaanderen eigenlijk pas na de... Vlaanderen was het achterlijke broertje. En Vlaanderen is ook altijd klein gehouden door de Frans sprekenden. En vervolgens werd Vlaanderen natuurlijk het grote economische succes van België na de Tweede Wereldoorlog. Want Vlaanderen is in allerlei opzichten precies even welvarend als Nederland. Terwijl Wallonië natuurlijk ondertussen een... Nou ja, zeg maar, rustig een ontwikkelingsgebied is. Hè? Een beetje te vergelijken met de steenkoolregio in Nederland, die natuurlijk ook volledig is afgetakeld in allerlei opzichten. Pas nu misschien een beetje terug begint te krabbelen. En nou, dat is eigenlijk de hoofdreden. En in Vlaanderen hebben ze... Ja, ik heb altijd gevonden dat Vlaanderen is een streek met een slecht humeur. Hè? Er is ook een fantastisch boek van Hugo Claus, dat heet Het Verdriet van België, maar hij bedoelt eigenlijk het verdriet van Vlaanderen. Ook als je ooit in hotels bent geweest in Vlaanderen, ik ben met mijn broer en zus, dan word je eigenlijk altijd getroffen door, of dat nu kwam omdat wij Nederlanders waren of praatjes hadden, ik weet het niet, maar je had altijd het gevoel, u bent niet welkom. He, dat is eigenlijk zo'n beetje het gevoel wat je altijd krijgt in Vlaanderen. Maar goed, in Vlaanderen is dus dat idee van die immigranten, want die immigranten natuurlijk, die gaan niet naar Wallonië, die kijken wel in kijken, want daar is economisch geen flikker te doen. Dus al die immigranten zijn naar het enorm welvarende, bloeiende en groeiende Vlaanderen getrokken, met als gevolg van dat daar twee rechtse partijen zijn, waarvan de een wel een stuk rechtser is dan de ander, als ik het wel heb, maar ik ben geen kenner van de ongekende complexiteit van de Belgische politiek. Hmm. Ja. Want je hebt in België natuurlijk vier regeringen eigenlijk. Ja. Hè? Ja. Je hebt de Vlaamse regering, je hebt de Waalse regering, je hebt de Duitsstalige regering en je hebt eigenlijk Brussel. Dat is... ik heb al eens een voorstel gedaan om een hele zaak op te lossen, maar dat was niet populair. En om het bij andere landen te voegen, heb je gezegd toch ook? Deel bij Frankrijk, deel bij Nederland. Ja, kan je Wallonië bij Frankrijk doen. Als Vlaanderen één ding niet wil, dan is het bij Nederland. En dat vond ik altijd zo komisch. Dat Geert vond ook, dat staat ook ergens in zijn programma, Vlaanderen moet bij Nederland. Groot Nederlandse gedachte. Maar de
Vlamingen zijn helemaal geen voorstanders van de groot Nederlandse gedachte. Terwijl er toch behoorlijk wat uitwisseling is. Hè? Ja, dat zou je zeggen. Maar dat is vooral een paar televisiehelden en voor de rest is het niet meer. Ja, goed. Er komen veel Belgen komen hier naartoe. Er zijn ook een aantal mensen. Nou, Marco Borsato is daar heel populair. Matthijs van Nieuwkerk. Ik weet niet, dus ben je er ook wel eens op tv? Ik ben daar wel. Ik heb het al eens verteld. Omdat die boeken van mij, die worden in Nederland heel behoorlijk verkocht. Maar in België, nou, je zijn aan de straatstenen niet kwijtraken. Als je op de grote markt van Brussel gaat staan met mijn nieuwste boek. Je roept het nieuwste boek van Van Rossum. Waarschijnlijk word je door de politie opgepakt, meegenomen en voor 2 weken opgesloten. Maar ze kennen je dan wel, toch? Nou, dat is heel interessant op zichzelf in Vlaanderen. Dat in Antwerpen word je nog wel herkend op straat. Maar naarmate je verder Vlaanderen inkomt, dan houdt dat vanzelf op. Oké. En dat heeft dan mee te maken dat dan een grote stad is met veel mensen die... Nou, vroeger werd er in Vlaanderen heel veel gekeken naar de Nederlandse tv. Ja. Dus dan, toen lag het wel anders. Maar omdat je hebt dan nu ook in Vlaanderen commerciële tv. Dus die maken hun eigen commerciële tv. Dus ze kijken veel minder naar de Nederlandse tv. Ja. Je bent toch een keer daar op tv geweest in zo'n talkshow? Ja, dan... zeker 6 keer achter elkaar. Maar ik dacht van het is handig. Want misschien dat dan eindelijk die boeken van mij in België ook een beetje verkocht worden. Nul effect. 0,0. Hmm. Was dat bij die man die een filmpje liet zien waar jij in Amerika zat en een advies kreeg over hoe je moest eten netjes? Dat is toch ook zo'n programma, dan ben je in Amerika, dan laat ze een fragmentje zien en dan zit je met een mevrouw aan een tafel en die mevrouw gaat ja, je... Ja, dat is vast gewoon een Nederlands programma. Oh, oké, dat gingen zij laten zien. Ja, ze hebben een stukje laten zien. Ja. Want ik, dat was de mop van dat programma was dat ik presidentskandidaat zou zijn. En zij had geloof ik, weet ik veel, een van die presidenten geadviseerd over hoe oh, je... Oh, dat was het, ja, met die bus reed ja, door hoe je gekleed moest zijn en hoe je wat voor gezichtje moest trekken en zo. Wat voor soort bril je op moest hebben. Nou, bij mij was alles fout. Daar kwam het tegen rode trek op neer. Dus mijn bril was fout. En ik zat fout. En nou ja, weet je dat je gelul wat je ook altijd over de slimste mens hebt. Ja. Waar massa's brieven van. Kan die Van Rossum mij niet wat kwieker bij zitten? Nee, dames en heren, niet. Liever niet. Ik zit er gewoon rustig bij zoals ik wil zitten. Niet kwiek. Ik heb überhaupt mijn hele leven nooit de ambitie gehad om iets kwieks te doen. Echt? Doet u vooral zelf iets kwieks, zou ik zeggen. Ik hou u nu tegen. Maar zei ik niet over het feit dat ik niet kwiek ben. Het gaat wel lekker hè, met de kijkcijfers. Het is, volgens mij zitten jullie weer bij een nieuw record in de buurt. Ja, de aantallen zijn volgens de redactie hoger nog dan, ja. dan ze vorig jaar bij de start waren. Die lockdown is helemaal niet erg voor dat programma. Nee, want iedereen zit binnen, dus dan heb je niks anders te doen dan naar de slimste mensen kijken. Ja, alleen de Masked Singer had meer kijkers. Heb je dat wel eens gezien? Ja, dat geeft je dan toch weer een heel nieuw inzicht in de ingrijpende, alles verpletterende stomzinnigheid van de modale tv-kijker. Het is wel een heel leuk programma. Vind je? Dat is dus in een soort van pak. Hele mooie pakken, die kosten volgens mij 20.000 euro per stuk. En dan moet dan een bekend iemand een liedje zingen. En dan moet andere mensen raden, Gerard Joling moet dan raden wie het is, wie erin zit. Ja, we zullen hier verder niet te veel woorden aan vuil maken. Je zou dan nooit, je zou daar niet aan meedoen, denk ik, hè? Nee, dat zou ik niet aan meedoen. Nee. Hey. Hey, was dat verhaal dat jij naar België ging en dat er toen een mevrouw klaar stond met allemaal verschillende jasjes? Ja, zeker. Die had toch allemaal jasjes voor je uitgekozen? Ja, ja, ja. Dat was een vrouw, een kleedster heet dat, geloof ik. Ja. En nou ja, ze had van alles klaar hangen, stropdassen, jasjes en ik was zo gekleed zoals ik altijd gekleed ben. En ja, ik zei tegen die mevrouw, ik weet niet mevrouw wat de eisen zijn, maar als ik een van die jasjes aan moet, dan gaan we nu meteen weer naar huis, want dat gaan we niet doen. Ja. Nou ja, ze was bitter teleurgesteld, ik zei het ligt helemaal niet. Ik heb niks tegen u, ik heb iets tegen jasjes. Ja. Joep van Gogh, die zegt dat het niet klopt dat Brabanders of Limburgers, maar hij bedoelt met name Brabanders, een eigen staat zouden willen. Ja, dat was jouw idee, niet het mijne. Ik heb dat gezegd, het is echt heel flauw om dat te vermelden. Ongetwijfeld zijn er een paar die dat soort sentimenten koesteren, maar daar blijft het dan ook bij. En verder zegt hij, de drugsproblematiek in Brabant is het gevolg van een politieapparaat dat niet kan handhaven, zoals het ook al vaak bij jullie genoemd is, zegt Joep. Ja, dus ik zou zeggen, Tom, trek het je aan. Nou ja. Want ik heb alleen gezegd, ik wist dat niet. Jij zei dat het een heel populair idee in Brabant was om zelfstandig te worden. En Limburg ook, ja. En nou, dan heeft wel een gecombineerde zelfstandige staat. En toen, omdat ik geloofde wat jij zei,
dacht ik, nou prima, ik gun het ze graag. En, ik kan ze zo bellen, de mensen die dat soort gedachten hebben. Die zeggen ook van, Guus Meeuwis heeft al het volkslied gezongen. Hè, dat is dat nummer Brabant. Oh. En nou, dan maken we die acteur kijk, van... Kijk, daar heb je dus, maar dus die jongen, die heet die Van Gogh, die jongen? Joep van Gogh, die zegt dat het niet klopt. Met gespeld G-O-G-H? Ja. Ja, nou ja, die familie, hè, de Van Gogh, de bekende Van Gogh familie. Maar natuurlijk dominees in Brabant. Ja. Ja. Dus ja, trek het je aan, Tom. Ik zit er niet mee. Ik heb Tom van der Meij nog voor je. Het Zoetermeer. Dus we hebben nog 10 minuutjes. Tot de boodschap. 10 minuutjes, dat doen we nog. Tom van der Meij. Beste Maarten en Tom. Het is alweer een tijdje terug, maar ik heb erg genoten van jullie podcast over de Koude Oorlog. Alleen wist ik toch wel wat over de Cuba-crisis. Misschien wel een van de meest cruciale momenten in die oorlog. Zou Maarten toelichting kunnen geven over het handelen van een John F. Kennedy en de gemiste signalen van de Verenigde Staten voorafgaand aan de crisis? Bijvoorbeeld dank. Hoi. Nou, daar heb je dan 10 minuten voor, Maarten. Ja, de oktobercrisis, dat ga ik niet doen. Dan moet ik dat toch een keer apart, moet ik apart doen. Mijn telefoon houdt er ook weer mee op. Dat vraagt wel wat extra uitleg. En zet eigenlijk ook onderliggend bij deze vraag is het een idee wat heel breed verbreid is en waar een zeer ruime meerderheid van de historici het ook over eens is, dat die oktobercrisis, de bekende rakettencrisis, dat het absolute dieptepunt of hoogtepunt, zoals je wil, van de Koude Oorlog is geweest. Misschien wel het enige moment dat het daadwerkelijk fout had kunnen gaan. Mijn theorie is dat dat helemaal niet klopt. Dat als je die beraadslagingen leest van die, Kennedy had een speciale commissie ingesteld om deze problemen te analyseren en tot besluitvorming te raken, dan zie je eigenlijk dat je op geen... Hij blijft even doorrammelen. Ik ga even bellen. Nee, dat ga ik eigenlijk niet doen. Moet me niet af laten leiden. Ja, dan zie je eigenlijk dat nog Khrushchev, nog Kennedy ooit van plan is geweest om het echt op de spits te drijven. Nee, dat is niet zo. Ik wil wel eens uitgebreid uitleggen hoe dat dan komt. Ik zal toch even, dit moet je nou even, haal je dat eruit? Ja, ik knip het eruit. Begreep van mijn informant, ja? Mijn lieve vriendin, daarvan begreep ik dat ik heb verteld dat ik ook een eindje was gaan wandelen tijdens mijn corona-quarantaine. Ja, dat klopt. Maar ja, dat was 's avonds donker in het park, daar was niemand. Ja. Ja? Maar nu vinden mensen dat het schandelijk is dat ik dat niet had mogen doen. Maar ja, er was toch niemand in de buurt? Nee, er was niemand in de buurt. Dat heb ik ook uitgelegd. Nee. Maar je ziet hoe makkelijk de cancel culture zich opwindt. Even kijken, waar waren wij mee bezig voordat die persoon... Met de Cuba-crisis. Met de Cuba, ja. Dat doen we een keer apart, ja, hè? Ja, ik wil het wel een paar keer apart uitleggen. Nee, de kans dat het zou ontploffen en dat de wereld zich zou vernietigen in een soort van nucleaire gutterdemmering, die is nooit, naar mijn idee, nooit aanwezig geweest. Het is nogmaals mode om te zeggen dat het wel zo was, maar ik geloof het niet. Oké. Dan Boris, die trouwens er ook bij vermeldt dat hij 30 is. Dat doen mensen om aan te geven dat er dus ook jongere luisteraars zijn. Die zegt, ik geniet altijd enorm van de podcast. En ik moet zeggen dat Maarten wat mij betreft niet genoeg op de antivaxxers en de wappies kan mopperen. Oh. Hij heeft ervaring uit een winkel en hij vindt dat mensen daar de arrogantie hebben en ook het gebrek aan respect om met een glimlach de meest afschuwelijke dingen te zeggen. Dus als Maarten daarna zo iemand verbaal aan stukken scheurt, dan kan ik daar alleen maar in ieder geval het gevoel van hebben van een warm bad. Ja, ik ben een warm voorstander van een 2G. Dat wil zeggen, ik ben niet een voorstander van gedwongen vaccinatie, dat vind ik onzin. Maar als je je niet wil laten vaccineren, dan moet je niet deelnemen aan het publieke verkeer. Dus dan moet je bij thuis blijven. Nee. Ja. Kan je misschien net als ik, s'avonds, s'nachts een eindje gaan wandelen in het park. Dat kan. Ja. En dan is de besmettingskans, ja. Als iedereen, als er andere mensen die je ziet, max minimaal op 100 meter afstand zijn, is de besmettingskans niet groot. Ik wou net zeggen, je kunt toch ook je kunt toch prima wandelen als je niemand tegenkomt. Kun je ook niemand besmetten? Dat zou ik ook zeggen. Ja, het is niet zo dat het in de lucht blijft zweven, dat gebeuren. Even kijken, dan hebben we hier nog iemand. Ik weet even niet wie dit is. Hey Maarten en Tom. Niels hier. Ik luisterde met veel plezier naar jullie podcast. Alleen laatst hadden jullie het over het schilderij van Rembrandt. En ik heb eigenlijk een vraag daarover. Want jullie gaven aan dat het schilderij van Rembrandt is verkocht door familie Rothschild. Wat ik mij afvraag is eigenlijk hoe het gaat van die geruchten over die
familie Rothschild, dat zij eigenlijk, ja, naast dat ze gigantisch veel geld hebben, ook eigenlijk de wereldeconomie domineren. Hoe kan het dat zo'n familie zo gigantisch veel geld heeft en wat klopt er van die geruchten dat zij dan de wereldeconomie zouden domineren? Dankjewel. Nou, één ding is zeker, de familie Rothschild die domineert niet de wereldeconomie. Want de wereldeconomie domineren, dat is een hele klus. Maar hebben wij dat gezegd? Want hoe komt hij daar anders bij? Ik weet niet hoe die daarbij komt, maar een feit is dat het niet juist is en dat wij dat ook nooit gezegd hebben. Dat weet ik wel vrij zeker eerlijk gezegd, dat dat niet zo is. Waarom zijn zij zo rijk? Omdat zij in de late 18e eeuw en de vroege 19e eeuw waren zij een bankiersfamilie die eigenlijk overal in de Europese hoofdsteden een kantoor had, die op een hele gewiekste wijze een communicatie onderhield tussen al die kantoren door middel van postduiven, waardoor ze vaak eerder wisten hoe de beurs zich in Londen had ontwikkeld dan andere mensen. En dat vermogen, dat is overigens ondertussen wel verspreid geraakt, want die familie die heeft zich natuurlijk uitgebreid enzovoort. Nogmaals, beste vraag stellen. Dat is niet zo dat de familie Rothschild de wereldeconomie beheerst. Niemand beheerst de wereldeconomie. En zelfs de twee grootste economieën, of de drie grootste economieën binnen de wereldeconomie, de Chinese economie, de Amerikaanse economie en de Europese economie, die zijn ieder, samen is dat ongeveer de helft van het totaal van de wereldeconomie. Maar dan zie je al dat ook die drie reuze economieën eigenlijk maar een derde van de helft van de wereldeconomie vormen. Hmm. Nee, niemand. De wereldeconomie is een immens, gigantisch, complex systeem. En beste vraag stellen, nee, dat kan niet beheerst worden door welke familie dan ook. Of welke Amerikaanse miljardair dan ook. Ook China kan niet, laten we zeggen, sturend zijn in de wereldeconomie. Ik zit nog de podcast te maken.